Oké, daar gaan we. Weer een dag. Sorry, ik heb nu echt even geen tijd om te bellen. Zie je dan niet dat ik bezig ben met vooruitgaan? Het moet nou eenmaal efficiënter en maximaler en meer. Want ik ben geen verliezer. Maar wat ben ik dan wel? Wil ik dit? Ik dacht echt dat we vooruit gingen, maar we stonden al die tijd gewoon stil. We zaten gevangen in een wereld waarin een dode boom meer waard was dan eentje die leefde. Waarin uitputting van het leven op aarde dé brandstof was geworden van onze economische groei. Het voelde voor mij als de werkelijkheid, maar het bleek een keuze. Wanneer kwam dat besef bij jou? Verandering begon voor mij toen allerlei mensen op hun eigen manier een nieuw geluid lieten horen. Een nieuw ideaal dat mij motiveerde een bijdrage te leveren aan een leefbare wereld. En eerlijk gezegd, dat is echt niet makkelijk. Maar we zijn het wel verplicht aan de generaties die na ons komen. Vind je eigenlijk dat die toekomstige generaties al voldoende een stem hebben? Nou ja, we lijken hun stem vaak te vergeten. Terwijl ik wel vind dat hij recht op spreken heeft. Voor mij zijn toekomstige generaties er al. En in elke keuze die ik maak, zal ik er voor ze zijn. Denk jij dat het ons echt gaat lukken om los te breken uit de illusie van vooruitgang, zodat kinderen echt op ons kunnen rekenen? Dat ligt eraan. Je leven op deze aardbol is niet oneindig. Maar je impact is dat wel. Dus, hoe wil jij vooruit?